zetten. Wat vindt u zelf zo leuk aan roeien? De vrijheid. De vrijheid om op het water te zitten. Als het weer het toelaat, dan roeien we 12 maanden. Maar dat doen we altijd wel met ploegjes. Er wordt heel weinig geschift dan in een eenpersoonsbootje. En dat is alleen maar voor de veiligheid. We hebben nog koud water. Dit is ook polyester. Dit is een. Dit zijn echte wedstrijdschips. Eén is polyester en dit. 3 mm dik. Deze. Wat zou die kosten? 7.000-8.000 euro. Dan hebben we daar een werk. Dat is oeroud. Deze is. Die loopt ook wel tegen de 100 jaar. Daar zitten twee roeiers in en een hele brede stuurplaats. Dat is een gezelligheidsboot. Nou, dan ligt hierboven ons vlaggenschip. Dat is de 8. Die slaat bijna de hele loods. Nou ja, dat is kikken. Dat is het ultieme van de roeien. Ja, dat doen we. We zitten hier. Dit is nu een roeiplaats, maar dat kunnen we zo ombouwen in een stuurplaats. Gaat het zitje eruit. En dan ligt daar het zitje boven op die kast. Hier roeien we altijd de Elfstedentochten mee. 220 kilometer per jaar. Ja, dat doen we alle jaren. Dat doen we al van 15 jaar. Ja, dat is over een paar weken. Oh, dat is gedraaid. Dit is op die paal.